Je AZ op deze manier verwacht? Nou, maar ik denk dat het vooral onze verdienst is dat wij hun heel moeilijk maken. Want je weet dat zij misschien de beste voetbalploeg van Nederland is. Maar als je hem heel lastig maakt en elke meter hard probeert af te dekken, ja, dan krijg je ze wel moeilijk. Nou, ik had het wel gehoopt. De eerste helft speelden we goed, vond ik. Maak je terecht 2 goals. De tweede helft weinig voetbald. Maar je wint hem, organisatie stond dus. Nou, we scoren op goede momenten, denk ik. We komen snel 1-0 voor. En ook naar 2-0 voor. En voor de rest was het alleen maar hard werken eigenlijk. En we houden heel goed tegen. Je vond onze verdediging heel, heel sterk spelen. Dus dat maakt wel de doorslag. Ik denk dat zij weinig kansen creëerden. En wij stonden goed. Ik denk dat het belangrijkste was van vandaag. Mats Jonker zelf een assist en een doelpunt? Ja, lekker meegenomen. Dus dat gaat wel goed, zeker voor hen. Malky, hij schiet bijna alles binnen. En nu begin je ook maar de doelpunten mee te pikken, dus dat ziet er goed uit. Volgende week Heerenveen? Ja, dat is een heel lange reis. Dus als wij op een gegeven moment wakker worden, dan... Nee, dat wordt wel goed. Ik vind dat wij in een goede flow zitten. Iedereen werkt heel hard, dat zie je vandaag. En ja, ook naar Heerenveen.